Vandaag gaan deze 100 verschillende kijkers zich opsplitsen over twee eilanden. Team Rick en Team Walnut. Team Walnut is beter. Eerst krijgen ze 15 minuten om zich voor te bereiden. En daarna gaan ze strijden tot er nog maar één team over is. Jullie kunnen beginnen met van alles en nog wat. Ga lekker hakken. Ga lekker slopen. Dus je kan diamonds vinden. Je kan ijzer vinden. Ik zie dat mijn hoofd gelijk geslopen. Dat vind ik nou wel heel jammer. Dat je gelijk naar mijn brein toe gaat. Als het goed is, zit er wel een brein in. Er zit wel op zijn minst een brein in. Dat is heel wat. Weet je, dat er gewoon een brein in mijn hoofd zit. De bedoeling is dat jullie elkaar gaan helpen. Het is niet zeg maar handig dat één iemand alle diamonds gaat vasthouden. Het is niet handig dat één iemand, alle hout bij elkaar gaat houden. Dus als jullie wat nodig hebben, kom naar me toe en probeer het in gebarentaal uit te leggen. We hebben een kwartier de tijd om voor te bereiden. Dus ik zal even een timertje zetten van een kwartier. Oké, de timer van een kwartier is van start gegaan. Heel veel succes. Jullie kunnen letterlijk alles doen wat jullie willen, zolang jullie maar niet om de rode muur heen gaan. Ik laat jullie eerst even gewoon jullie ding doen. En daarna, als jullie wat nodig hebben, dan hoor ik het wel. En dan kom ik jullie lekker op. Ik zie dat hier al lekker gemined wordt. Als het goed is... Oh, er zijn al heel veel mensen volgens mij aan het minen. Even kijken. Oh, ja! Er zijn al heel veel mensen aan het minen. En je moet vooral elkaar helpen. Er zijn, hoe lager je gaat, dan heb je meer kans om diamonds te vinden. Je hebt aan het begin wat ijzer. Maar je hebt natuurlijk een ijzeren pickaxe nodig om diamonds te vinden. Je kan kool vinden. Als jullie straks wat nodig hebben, laat me weten. In ieder geval lekker spulletjes verzamelen. Want we gaan er zo meteen Max aanvallen. Max, je zit aan de andere kant. Jullie mogen eventueel ook al hier naar de muur toe bouwen. Ik denk dat hun zijn dat nog niet aan het doen, weet ik niet. Maar jullie mogen dus ook al richting de muur bouwen. Bouw een soort fort. Want we moeten winnen. Oké, ik wil zeggen, jullie kunnen alvast bouwen. Dus bouw lekker een stukje. Probeer misschien ook een beetje hoog. Want hoe hoger je zit, hoe beter natuurlijk. En vooral spulletjes verzamelen. Als het goed is, zitten er allemaal resources. Ik weet niet, heeft Max ook wat in mijn hoofd verstopt? Wow, ik heb gewoon hersenen. Nee joh. Dat had ik niet zien aankomen. Oké, ik mag ook een paar mensen een boog geven. Dus wie is er goed in schieten met pijlenboog? Oké, ik zie hier sowieso een like a cola. Jij krijgt van mij een boog. En even kijken... Hier, pijlen. Oké, wie is er nog meer goed? Oké, weet je wat? Ik drop er hier gewoon een paar. Even kijken, zo. En als je dus eentje hebt, even verdelen. Als je er meerdere hebt. En ik drop hier ook gewoon ook even de pijlen verdelen, jongens. Wel even vriendelijk met elkaar, want we moeten dit met z'n allen winnen. Oké, bouw inderdaad ook een beetje van die veilige bruggen. Misschien is het slim om ook een soort ondergrondse route, zeg maar een soort... Dus stel nou, je wordt naar beneden getikt, dat je nog een soort van ergens op kan vallen. Oh ja, kijk, Martijn is een muur aan het bouwen. Dat doe je goed. Dat vind ik slim. Martijn, lekker bezig. Ik zou misschien geen hout gebruiken, want hout is nog wel... hier zijn je spulletjes op. Kijk, Laafje is hier al lekker iron aan het maken. Goed bezig. Jullie zijn goed bezig, dat merk ik al wel. Heel veel zijn er lekker aan het minen, dat is top. Kom jij eens hier, jongen. Ik heb iets voor jou. Ik heb iets heel leuks voor jou. Hier is een fishing rod. Ga jij eens lekker vissen? Of is dat saai? Nee, jij mag vissen. Wacht. Doe je ding? Hier heb je een betere. Ik heb hem voor je geenchant. Hier kan je nog beter vissen. En dan hoop ik dat iemand zo meteen de armor voor jou gaat regelen. Dat je niet zo meteen zoals dit het gevecht ingaat. Want dan ga je 100% dood. Goed, ik zie dat de saplings ook teruggeplant worden. Ik zal even helpen. Ik zal deze sapling hier oppakken en ook terugplanten. Dat is goed. Oh, goed. Oh, heb ik nou voice? Kijk, dat meen je. Dat is wel heel vervelend. Mijn brein die is ook bijna helemaal weggehakt. Dat vind ik nou heel jammer. Met elke seconde verlies ik een hersencel, zo te zien. Hebben al mensen al diamonds gevonden? Is de grote vraag. Ik zie hier al iemand met een iron pickaxe. Let's go! Let's go, Nolan. Kom, wacht. Jij moet shiften. Ik ga jou naar de andere kant sturen en dan ben jij een spion daar, oké? Pas op, mensen kunnen jou als het goed is daar wel doodslaan. Maar als je doodgaat, dan breng je terug. We zitten nog in de beginfase, dus het is helemaal veilig. Maar ik wil dat jij er even bespioneert. Hier heb je een boek en quill. Dan kan je zometeen dingen terugvertellen aan mij. Oh, een pickaxe. Die was voor jou. Ik had je pickaxe per ongeluk opgepakt. Sorry. Hier. Ga rustig die kant op, maar wees voorzichtig. Blijf shiften, want de mensen mogen niet je nametext zien, oké? Ik ga je erheen brengen. Ik stop je ergens in de mines. Dan moet je zelf maar omhoog. Oké, Jari, doe voorzichtig. Hè. Je bent nu in vijandelijk gebied. Je bent in vijandelijk gebied. Heel veel succes, Jari. Ik hoop dat je niet gespot gaat worden door mensen. Doe je ding. Laten we zo dicht mogelijk bij de rode rand ons fort maken. Zodat we echt boven hun zitten. En maak buckets. En we hebben een grote pool met water hier. Haal daar water uit. Zodat we ook met buckets met water kunnen gaan klooien en zo. Je mag wat mij betreft ook, Yannick, wat dichter bij de rand hier, hoor. Je mag echt wel over de rand heen bouwen, zeg maar. Zolang je maar niet over de muur heen gaat, maar wel richting de rode muur. Hey, Young Woo heeft al helemaal diamond armor. Hier ook iemand met diamond armor. Hier nog... Oké, jongens, let's go. Jullie zijn de fortenbouwers. Jullie hebben vast wel veel steen gehakt. Net als zo. Ik hoop niet dat jullie dat hebben weggegooid. Het is tijd om te helpen bij het fort. Goed zo. Er moet zoveel mogelijk aan het fort gebouwd worden. Dicht bij de muur, zo hoog mogelijk. Ik denk dat dat vooral handig is. Hoe hoger we gaan, hoe meer kans we maken. Want als zij hoger zitten dan ons, hebben we automatisch al verloren. Dan kunnen ze letterlijk op ons springen, kunnen ze met water en dan kunnen ze naar beneden schieten. En dan heb je gewoon een heel groot nadeel. Dus probeer echt zo hoog mogelijk het fort te bouwen. Kan je aan iedereen zeggen dat als je dia's wil, dat je naar boven moet? Oh, als je diamonds wil, moet je even naar boven. Ik zou gewoon even lekker op mijn hoofd doen. Ja, het is sowieso slim om wel een beetje te verdelen. Zorg ervoor dat iedereen een wapentje heeft. Dus iedereen moet even een zwaard hebben. En een beetje armor zou het ook top zijn. Maar voornamelijk dat sowieso iedereen een zwaard heeft. En even minimaal een half stacks bloks. Dat ze gewoon even omhoog kunnen bouwen.
Hey. Oh, juist. Diamanten zwaard, armor. Dit is top. Jullie zijn goed bezig. Is er al iemand onderweg om Katpoes hierboven te steunen? Want volgens mij hebben hun een brug met waar ze heel gemakkelijk met z'n allen omhoog kunnen. Misschien is het slim dat iemand even Katpoes gaat helpen door even een goede brug te bouwen. Dus zeg maar gewoon dat je gemakkelijk gewoon even zo omhoog kan lopen. Ik zal vast een klein beginnetje maken. Dan kunnen jullie elkaar gewoon ondersteunen, wou ik zeggen. Kijk, dit stop. Oké, ja. Als je hier dan een bunkertje van maakt, Linde, dat ze zeg maar niet gemakkelijk hier kunnen komen. En dan vanuit daar denk ik een losse brug. Want anders springen ze heel gemakkelijk daarop en dan zijn ze er zo. Ja, dit is top. En dan moet je eigenlijk denk ik gewoon een beetje zo langzaam omhoog. En dan zou ik hier misschien nog een beetje zoiets, zeg maar, dat je hier nog kan staan om ze dan te mappen. En wat ook slim is, om misschien even een paar bucketjes te maken, dat er ook water is. Dus stel nou je valt naar beneden, dat... Huh? Iemand van geel? Het is nog niet de... Oh, huh? Max! Het is nog niet de bedoeling dat je hem oppakt. Nee, niet. Ik zou het niet doen. Oké, okay, ik ga onze spion terughalen, jongens. Jari, je mag unshiften. Schrijf in je boekje, wat heb je geleerd? Wat heb je geleerd in het fort van geel? Schrijf het in je boekje. Zo, Jari, ja, wat heb je geleerd? Geef het eens. Ik ben heel benieuwd. Jongens, onze spion die is terug met nieuws. Ik heb Iron gestolen. Ze zijn ontdekken het niet. Heb je ook meer informatie? Hoe zit het met hun fort? Hoe ziet een fort eruit? IJzer gestolen is goed. En abonneer op Wan. Goed zo, Jari. Wat heb je geleerd? Hoe ziet het fort eruit van hun? Bijna niemand had diamond armor. Fort weet ik niet, maar vooral in de mines. Maar waren nog niet begonnen. Ah, oké. Dankjewel, Jari. Ga lekker je voorbereiden. Je hebt nog een paar minuten. Kijk misschien of andere mensen spullen voor je hebben en zo. En ik moet zeggen, het ziet er wel goed uit. Ik denk dat we goed hebben voorbereid op dit. Pas op, zo meteen gaat die muur weg, jongens. Want ik zie dat jullie dit gedaan hebben zo. Het betekent dat jullie wel open zijn van deze kant. Je kan letterlijk aangevallen nu worden van deze kant. Die muur gaat helemaal weg. Zometeen let ik die rode muren en is het gewoon één open ruimte dit. Dus jullie hebben niet zeg maar een beveiliging geplaatst of een muren tegenaan. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Zo, wie is hierboven? Oh, wie is dit? Jij gaat campen. Oh, wat vies. Maar wel heel geinig. Dat vind ik leuk. Oh, ik word gebeld. Ik spreek jullie zo, oké? Max. Rick, heb jij je kunnen voorbereiden? Ik op deze oorlog. Heb best voorbereid, ja. Ja? Heb jij veel gegeven? Nee, die valt op zich mee. Ja, ik heb wel boogjes gegeven. Met ja, die moet ik nog geven. Ja, ik heb wel wat aan wat mensen wat gegeven. Ah, nice. Ja, ik heb een paar lava buckets. Niet heel veel, echt minimaal 5. En... Oh, die heb ik nog niet eens gegeven. Oh, en ik had een spion, heb ik bij een tijdje geleden neergezet. Er is heel lang iemand op jouw eiland van mij geweest. Echt? Dat heb ik helemaal niet gezien. Oké, geef mij even een paar minuutjes om mensen dingen te geven. Ja. Bow and arrows, laten we zeggen. Over 3 minuutjes beginnen we, zodra wij deze call zijn. Hebben we 3 minuten tijd en dan haal ik gewoon de muren weg en dan begint het gewoon direct, oké? Oké, ja, is goed. Okay. 3, 2, 1. 3 minuten start gaan. Okay, ik zie jou zo als verliezer. Nee, jij gaat verliezen. Oké. Doei. Jongens, over 3 minuten gaan de muren naar beneden. Ik ga nu bovenop mijn hoofd hier, ga ik 25 bow and arrows droppen. Heb je de 2, deel ze alsjeblieft met anderen. Het is geen zin om er zelf zoveel te hebben. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oké. Heb je er meerdere, drop ze gewoon. Dan pakt iemand anders hem wel op. Want het heeft geen zin als je er zelf zoveel hebt. Dan ga ik nu heel veel arrows ga ik droppen. Hier, komt-ie. Ik blijf gewoon arrows droppen zoals dit. Deel die ook met anderen. Ik ga er gewoon... Arrows hebben geen limiet op. Over iets meer dan een minuut gaan de muren naar beneden, jongens. Deel je bow. Deel je arrow. Maak zelf een bow. En trouwens, bow en arrow kan je natuurlijk niet maken omdat we nergens strings hebben. Of je hebt wol Oh nee, dat kan niet. Deel die arrows die ik drop, jongens. Alsjeblieft, zorg dat iedereen arrows heeft. Als iemand een bow heeft en geen arrows heeft, dat is natuurlijk een zonde van het feit dat hij dan een bow heeft. Oké, ik drop nog 5 stuks. 1, 2, 3, 4, 5. Deel alsjeblieft met mensen. Deel alsjeblieft met mensen, jongens. Dat is heel belangrijk. Goed, dan ga ik ook 1 iemand een flint en steel geven. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik gewoon leuk voor de chaos. En, oh, ik ga jou geven 1 TNT. Jij bent de uitverkoren hier, Nolan. Jij krijgt van mij hier dit en dit. Jij bent mijn TNT-mannetje, oké? Je hebt 1 TNT en je hebt 1 flint en steel. Wees er lekker chaotisch mee. Het ziet er goed uit, jongens. Lekker chaotisch, zoals het hoort. Deel de bow en arrows die je hebt. Zorg dat mensen een arrows hebben die een boog hebben. Oké, zijn jullie er een beetje klaar voor? Het gaat zo meteen wel echt beginnen. Ik ga jullie proberen zo goed mogelijk te begeleiden. Ik ga een beetje kijken waar de mensen zitten en dan kunnen jullie die gewoon pakken. En we hebben altijd nog een troef achter. Je hebt gewoon een visengel. Dat is slim. Oh, als mensen nog strings of zoiets hebben en een visengel, probeer het. We hebben in ieder geval nog een soort, hoe noem je dat? Een troef achter de hand. Het zijn spellingsfout en toot. Jullie gaan hier campen tot de max. En anders, jullie gaan het doen. Komt goed.
Oké, 3, 2, 1. Oké, jongens, wees voorzichtig, blijf bij elkaar. Het is belangrijk om bij elkaar te blijven. De timer, de muur. Jongens, pas op, ga ervoor, pak ze. Oh, jullie, kijk, jullie pakken gelijk hun stuk. Pas op, oh, ze zitten met die bogen. Oh, kom op, jongens. Oké, jullie kunnen het, oké? Oh, nee, de eerste van ons is al klaar. Nee, jongens. Pas op, want hun hebben het heel gevaarlijk gebouwd. Kijk, wij hebben lekker safe gedaan, maar hun hebben dat niet. Oh, jongens. Oké, jongens, goed zo. Eén van hun is al dood. Let's go. Let's go. Blijf bij elkaar. Blijf bij elkaar. Zorg dat zij niet met meerdere mensen één iemand aanvallen. Ga niet als één iemand op meerdere mensen af. Het vechten is begonnen. Waarom vliegen die hier? Wat is dit? Waarom zit hier een muur? Wacht even, voor er zit nog een onzichtbare muur. Die ga ik weghalen. Oké, die onzichtbare muur is weg. Goed, jongens. Succes. Succes met vechten. Ik zie dat zij met z'n allen hier zitten. Oh, de 10, 10, nice, oké. Dus probeer ze ook op afstand te houden. Probeer ze op afstand te houden. Oh, ik zie dat mensen... Hebben jullie ook schilden gemaakt? Oh, jawel, jullie hebben ook schilden gemaakt. Jullie zijn slim. Lekker, is er nog eentje van hun dood, jongens. Hou je sterk. Hou je sterk. Pas op dat je in je eentje niet op ze afgaat. En pas op, ze hebben vishengels zo te zien. Dat hebben ze ook slim gedaan. Kijk, daar moesten we hoog bouwen. Want we hebben die mensen die hier zitten, hebben een hoog platform. Dat is goed. Laat ze niet dat platform overnemen waar wij op staan. Wij hebben een heel goed platform hier. Oh, er valt iemand naar beneden. Oeh. En Guidootje is dood, helaas. Kom op, jongens, wij moeten dit platform wat we hier hebben, moeten we behouden. Die kunnen we niet verliezen. Want zij hebben hier namelijk een heel hoog platform met z'n allen. En gewoon een heel breed platform. Het zit net wat hoger dan dat wij hier hebben. Kijk, dat is ook goed daar. Lekker, jongens, goed bezig. Wij verdedigen wel. Laat hun maar aanvallen, laat ons maar lekker verdedigen. Hier, ik ben Arius dood. Lekker, Nolan. Goed zo, Nolan. Laat hun maar lekker aanvallen, weet je. Wij hebben het wel prima. Waar komen die explosies vandaan? Druk op het knopje, ja. Ja, ja, lekker bezig. Ja, ja, ja. Doe het. Ja, ja, ja. Oh, pak hem. Oh, zo, het is een keer heel druk qua blauw bij jullie, onder. Oh, ja, lekker bezig. Julian. Oh, dat was top. Er wordt er zelfs al bij geschoten. Ik ga eentje terugschieten. Raak. Oh, pas op. Je moet niet op mij focussen, pas op. Oh, jee. Oh, jullie zitten hier ook nog boven. Hier, wacht. Jullie zitten hier ook nog. Hier, ik heb voor jullie dit nog. Alsjeblieft. Oké, jullie kunnen het, oké? Oeh, Nolan, pas op. Dit is heel gevaarlijk wat je hier doet. Het is echt heel gevaarlijk wat je hier doet. Wat een chaos is het nu al gewoon. Het is echt gewoon een... Nee, wie is dat? Nee! Kom op, overleef het! Ja, let's go! Wie is dit? Wie had er echt net aan overleefd hier? Oh mijn god, wie is dit? Oh god, oeh, pak hem! Ja, die is wel van geel. Die heeft het niet gehaald. Lekker pingpoenda. Hey, joh, we zijn het gevecht hier aan het... Het is echt een mega gevecht hier gaande. Oeh, pas op, jongens. Zij zijn wel met meer. Zij staan met meer op dit platform, dat jullie het weten. Hey, Rick is meer mensen aan het verliezen dan wij. Dat gaat goed. Rick verliest er meer dan dat wij er verliezen. We hebben tot nu toe de overmacht. Maar pas op, zij zitten wel hoger. Zij hebben wel zeg maar het hogere punt hier. Maar laat hun maar aanvallen. Zolang wij verdedigen, dan gaan er op per ongeluk een paar mensen te veel naar voren. Zoals de Epic Farmer hier. Op die manier moeten we het pakken. Pas op, Jan, er zit iemand boven je. Hij gaat je er bijna afslaan. Nee, Yari! Yari, we hebben onze spion verloren, jongens. We hebben onze spion verloren. Even een moment stilte voor Yari. Oh, pas op, WJ 2008, achter je. Je loopt er recht in. Oh, jongens, dit gaat helemaal fout. Ik heb dit helemaal niet gezien, jongens. Er zijn er zoveel. Oh, nee. Oh, pak ze. Vergeet niet je schild te gebruiken. Jullie kunnen het. Jullie moeten met z'n allen één focussen. Oké, probeer allemaal JTA power te pakken. Die probeert... Oh, nee, die loopt nu weg. Dat is niet zonde. Lookie komt de hele tijd. Probeer met z'n allen Lookie te focussen. En dan gaan we gewoon steeds één voor één. Lookie is weer wat verder naar achter. Oké, gaan we voor Willy. Willy Billy. We pakken Willy. Juist. Hoppa. Ja. Juist. Oké, voor degenen die allemaal nog beneden zijn, kom ook allemaal naar boven om te helpen. Oh, er komt iemand via achter. Wie is dit? Martijn, hier. Er komt er een. Daar. Hij gaat naar beneden. Er zit eentje van hun zit op mijn hoofd. Martijn, pak hem. Martijn, lekker. Oh, zo. Daar saveert hij zichzelf even. Oh, nee, Martijn. Oh. Nee. Ja, lekker jongens. Jullie hebben nog iemand. Helemaal in de lava verbrand. Oh, Nolan, die zit achter iemand aan. Nolan, dit is gevaarlijk wat je doet. Oh, lekker Nolan. Je zit wel echt diep in gevaarlijk terrein dit. Oké, It's Kim is dood. Maar we hebben ook Like Colin verloren. Nogmaals, Rick blijft meer mensen verliezen dan wij. Rick verliest er echt meer dan wij. De Mandalorian is even op een killing streak. Met 2 mensen al vermoord. Nog eentje, 3. De Mandalorian, waar ben je? Wat heb jij voor lijp gevecht hier gehad? Sorry, ik pak alle spullen op. Wat heb jij voor lijp gevecht hier gehad? Dat je 3 mensen hebt vermoord. Lijpe PvP dit. Waar zit jij? Oh, jij zit op Rick's eiland. Oh, jij bent gewoon geïnfiltreerd op Rick's eiland. Er zitten mensen daar te vermoorden. Jongens, het gaat goed. Het gaat erg goed. Jullie zijn een sterk team. Juist.
Je moet er één. Af en toe moet je er eentje pakken. Pas op, Skyline. Pas op, jongens. Oh. Oeh. Ja. Wat is er, Rick? Wat is er aan de hand? Wat is er, Rick? Je bent aan het verliezen, volgens mij. We hebben je fort een beetje overgenomen. Wij zitten nu over de lijn. Waar jullie net met z'n allen stonden, hebben wij overgenomen. Ja! Jullie zijn echt heel sterk bezig hier, jongens. De mensen die achterblijven, ik denk dat het handig is als jullie nu ook een beetje jullie aansluiten aan de groep hier. Want we hebben een hele sterke grote groep. En ik denk dat we ze nu al echt aan het overmeesteren zijn. Langzamerhand. Oh, is het... waarom zijn hun er nog zoveel? Hoe kan dat? Waar is heel mijn team? Waar is iedereen? Huh, is die allemaal verstopt of zo? Oh, hierboven zitten er heel veel. Hier zitten er nog drie. Ah, nee. Oh, we gaan echt... oh, jongens. Oh, we zijn... worden helemaal over... nee, René. René is ook dood. Nee. We worden helemaal overgenomen. Oh, Thomas. Jongens, Thomas heeft hulp nodig, jongens. Thomas vlucht. Thomas. Oh, nee. Er blijft echt niks over. Oh, nee. Julian is dood. Thomas is dood. Yuri is dood. Like a boy is dood. Er zijn er nog minder dan 10 over, jongens, volgens mij. Oh, je bolle Yannick is dood. De fortebouwer. We hebben echt... het eiland is van ons, gewoon, jongens. Rick's eiland is van ons. IJzersterk zijn we. Hey. Hey, Rick, ik zie het wel. Ik zie wel wat jij doet. Jongens, ze zijn gevlucht van hun eiland. Ze zitten hier achter, boven. Ze zijn gevlucht. Er zijn nog maar 9 mensen van hun team over, jongens. Ze zitten allemaal heel hoog. Ze zitten allemaal heel hoog. Dus we moeten een manier bedenken hoe we die mensen daarboven kunnen pakken. Het vervelende is dat zij ook pijlen mogen hebben. En daarbovenbouw is nou eenmaal heel gevaarlijk. Lekker, opperbadjas. Schiet ze kapot. Pinguin Paul, jij staat echt heel gevaarlijk hier. Echt een hele gevaarlijke tactiek wat jij doet. Maar ik wens je heel veel succes. Wie weet red je het. Jongens, dit zijn de schoten die we moeten raken. Dit zijn ze. Als je deze schoten raakt, dan schiet je ze naar beneden. Kom op. Kom op. Oh, dat is gevaarlijk. Jammer. Jammer. Oh, trouwens, dit zijn wij. Wat zit ik te zeggen? Dit zijn wij. Sorry, jongens. Dit zijn wij natuurlijk. Oh, jullie zijn veel mensen aan het vermoorden. Lekker. Nog maar 6 mensen, jongens. Nog maar 6. Dat gaat niet goed, hè? Dat gaat niet goed. Oh, pas op, pas op. Oh, nee. Ja, dit is niet top, hoor. Oh, ze hebben echt het hele eiland bezet. Nee, er is er nog eentje dood. Oh, Klimp, pas op, pas op, pas op. Ze schieten op je. Oh, jongens, Jay is er bijna. Ja, pakken. Ja, ja. Oh, oh. Hop. Ze komen, oh, ze komen niet achter je aan. Je zit nog goed. Je zit nog... oh, oké, jammer. Dat is jammer. Oh, heb je hem? Oh, oh, wow. Oh, die heb ik op beeld. Hoe heb je dat gedaan? Oh, echt de laatste milliseconde. Oh, zo, die was clean. Ja, ja, Nolan. Nolan, de PvP'er. Hoppakee, die pakt er eentje. Gaat Nolan er nog een pakken? Jongens, pak ze aan. Jullie hebben het. Jullie hebben het. Ja, lekker, jongens. It's the Skyline heeft er nog één. Hier zit er nog iemand. Hier zitten er 2. Ja, die is dood. Die gaat die val niet redden. Die is dood. En deze hier gaat de val ook niet redden. Dat betekent dat er nog maar 2... gele zijn. En ik gok dat die onder het eiland verstopt zitten. Eerlijk gezegd, we hebben ze echt uitgemoord gewoon. We hebben ze uitvermoord. Waar zitten ze? Ik ga ze zoeken. Oh, we hebben er nog 2. Oh, nee. Oké, wacht. Ik ga even kijken waar die andere is. Oh, ja. Oké, ja. Nee, die is ook wel een beetje klaar, moet ik zeggen. Ja, oké. Goed. We hebben nog 1 persoon. Hier, 15 T voor je. En een flinten steel. Jij moet het doen. En als je... wacht. Fire... als je echt wil opgeven, dat mag. Dan heb ik hier een paar vuurwerkjes voor je. Oh, ze komen eraan. Ze komen eraan. Spaar hem. Jongens, kom allemaal naar ons eiland. Terugtrekken naar ons eiland. Trek terug naar het eiland. Klimp wordt gespaard. We gaan 1 iemand in leven laten. Trek terug naar ons eiland. We moeten terug. Allemaal terug. Jongens, ik ga even bij Rick en Carl. Oh. Rick. Oh, we sparen je laatste man. Nee, dit is... oh, nee. Oh, we sparen hem. We sparen hem. Klimp. Laat maar zitten. Laat maar... ja, het is goed. Klimp, kom eens hier. Klimp, doe het. Doe het. Klimp, doe het. Nee. Ah, helaas. Nee. Klimp, het is goed. Het is goed. Hij is echt goed aan het strijden voor zijn leven. Ja, Klimp, kom maar, Klimp. Je redt het niet. Klimp, kom maar. Kom maar. Dat is een behoorlijke explosie. Klimp, kom maar hier. Klimp, het is kom goed. Maar bij ons, jongen. Kom maar hier. Ik heb... pas op dat je niet naar beneden valt, Klimf. Blijf staan, Klimf. Niet bewegen. Oké, hier. Jongens, we gaan Klimf executeren als soort van laatste dingen. Sla maar alsjeblieft niet af. Schiet ook niet op hem. Nee, niet doen, niet doen. We gaan hem executeren. Het is de... oh, bij deze. Hij heeft het overleefd, ja! Hij heeft het overleefd. Nou, weet je, dan doe ik het zelf wel. Hier, kom maar. Nee. Waar ben je, Klimf? Nee, Klimf gaat dit ownen. 1 versus 20 of zo. Nee. Dat kan niet. Jawel, dat redt hij. Klimf gaat dat doen. Ja, je kan het. Ik zie het. Zie je? Hij gaat het doen. Zie je dat? Stilstaan, Klimf. Komt-ie. Niet bewegen. Oh.
Niet bewegen. Niet bewegen. Niet doen. Blijf uit de buurt. Ga weg. Jongens, we gaan hier niets op hem schieten. Niet op hem schieten. Volgens mij heeft hij kopmoot of zo. Want hij kan geen damage krijgen. We gaan Klimf executeren. Ik wil dat iedereen daar op een rijtje gaat staan en afscheid van hem neemt. En dat betekent officieel dat het team van Rick verloren heeft. Blijf daar niet hier naartoe bouwen, anders sloop ik je en dan val je naar beneden. Even wachten tot dat water daar verdwenen is. Oh, nee. Je gaat niet in het water springen, Klimf, als we je executeren. Of ga je dat wil je wel doen, hè? Nee, niet doen. Niet doen. Dat mag niet, oké? Okay? Het is klaar. Het is afgelopen. Klimf. Het is afgelopen. Hé, hey, wie is dit? Wie is dit? Ik ga je vermoorden. Doei. Goed zo, Tristan. Dat was niet de bedoeling dat je daar deed. Dat was de afspraak. Klimf, je hebt goed gestreden. Ik ben trots op je. Ja, ik doe even je laatste woorden tegen, ja, Klimf, het spijt me. Ik had verwacht dat dit echt 10 keer beter zou gaan. Ik weet niet of dit aan mij lag. Ik vind zelf dat ik echt wel echt goed mijn best heb gedaan. Ik wil ook niet zeggen dat het aan jullie allemaal lag. Maar ja, het lag aan jullie. Jullie hebben het gewoon niet goed gepresteerd. Maar Klimf, jij wel. Jongens, we hebben de topper. Spring even om afscheid te nemen van hem. Even het laatste sprongetje. Ja, spring allemaal even de void in. Allemaal even de Nee, de void niet de void in springen. Ja, niet allemaal de even de void in. Ja, Klimf. Ja. Spring maar even de void in. Nee, niet schieten. Wie was dat? Ik maak je af. Oké, Klimf. Er is officieel geen ding is meer nu. Het einde is nabij. Je was een geweldige strijder, maar je hebt helaas verloren. Doei. Je kan in het water, alleen er is niks meer te zoeken in het water. Ja, er is niks meer te zoeken in het water daar. Daar gaat hij, jongens, onze Klimf. Ik weet niet hoe hij het gaat doen, maar hij gaat het doen. Nou, hoe wil hij dit doen? Hij heeft net echt de lijfste waterval overleefd gewoon. Hij heeft echt het laatste blokje had hij overleefd. Er is geen mogelijkheid voor hem om hier iets nog te doen. Klimf, je kan het. Spring naar het andere water. Doe het. Zet je fly aan. Probeer het. Oh ja, daar gaat hij. Oh, hij doet het. Ja, maar wat wil hij doen? Ja, nee, dit wordt een voice crack. Ik help hem eventjes, zo. Oh. Ik help hem eventjes. Ik help het proces. Hier, zo. Dit vind ik sneu voor Klimf. Helaas, Klimf. Er is daar een beetje water, maar dat is te laat. Daar kom je niet meer. Ik saluteer je, Klimf. Sorry. Oh, Klimf. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Onze man. Onze strijder. Hij verdwijnt in de zon. Dat is een echte oorlogsman. Ik mis hem nu al. Jongens, jullie hebben gewonnen. De Klimf is dood. Jullie zijn de enige echte winnaren. Jullie hebben gewonnen. Het is voorbij. Maak een feestje ervan of iets. Doe iets. Feest inderdaad. Doe je ding. Ren rond. Jullie hebben vals gespeeld. Er klopt niks van. Mijn team was echt goed. Mijn team was echt heel goed. Nee, het klopt niet. Ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb zitten strijden. Oh mijn god. Maar jullie hebben gehackt. Ik merk het al. Het is niet leuk. Rick, ik vond het een leuk gevecht. Ja, het was niet heel goed, maar het was wel een leuk gevecht. En kijk wat een chaos we hebben gecreëerd. Je ziet zeg maar geen gele namen meer. Alleen nog maar blauwe namen. De witte namen zijn alleen maar dode mensen. Dus ja. Team Blauw, shout-out naar jullie. Jullie waren het beste team ooit. Pijlen in de lucht om het te vieren. Pijlen in de lucht om het te vieren. Oh joh. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het nou zo'n leuke video? Vergeet dan zeker even niet te liken en te abonneren. Dat is helemaal verplicht. En weet je wat ook verplicht is? Om gewoon lekker deze video te kijken. Hier en ik gaan Rick 200 mensen op mijn openbare content fan server helemaal trollen. Deze kan je ook joinen. Kijk gewoon even lekker de video. En het is gewoon een leuke video. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Bow, 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 bow.